minister-president Ashwin-Adin heeft de vorige week een werkbezoek gebracht aan het district Koroni. De bewindsman heeft met de werkarmen van de overheid en de plaatselijke gemeenschap onder meer van gedachten gewisseld over de kwestie rond de waterkerende dam en de afvoer van overtollig water. Er zijn oplossingsmodellen aan de plaatselijke gemeenschap voorgehouden. De vicepresident geeft aan dat er aan de oostzijde een overlaatklep voor de verdere verwerking van het water komt. Op plekken waar er verzakkingen zijn, zal de dam verhoogd en verbreed worden. Daarbij wordt de afvoer van het water via kleppen gereguleerd. Er wordt ook een onderzoek ingesteld bij de dijk, waarbij een dusdanig systeem wordt gehanteerd, waardoor de vegetatie in de omgeving de gelegenheid krijgt om zich te herstellen. De bewindsman geeft aan dat in het kader van het waterbeheer onderhoud en monitoring essentieel zijn. De vicepresident geeft verder aan dat deze plannen de basis zullen vormen voor komende projecten die de regering wenst uit te voeren voor de verdere ontwikkeling van Koroni. Adin heeft in Koroni ook oriëntatiegesprekken gevoerd met entrepreneurs ten aanzien van het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. Volgens de bewindsman is er veel potentie in het district. De VP ziet graag dat jongeren gestimuleerd worden om projecten te schrijven en op zoek te gaan naar financiering daarvoor.